Bijna een decennium geleden stond Roxane Hazes aan de zijde van haar moeder Rachel, toen André een romantische band aanknoopte met Monique. In het jaar 2020 hebben broer en zus zich verzoend, maar nog geen twee jaar later was het André die afstand nam van Roxane nadat zij zich negatief uitliet over hun moeder. Gelukkig hebben ze elkaar opnieuw gevonden en omarmd. Het is niet de eerste keer dat deze twee zich met elkaar hebben verzoend. Dit gebeurde ook al in 2020, na een vijfjarige scheiding. De breuk ontstond toen André een relatie begon met Monique, die aanzienlijk ouder was dan hij. Rachel keek met sceptisisme naar haar schoondochter, die snel haar baan opgaf en zich volledig stortte op het showbizleven. André stond achter Monique, terwijl Roxane de kant van haar moeder koos, met wie ze altijd een sterke band had. De verzoening tussen broer en zus werd bewerkstelligd door Monique, nadat hun kinderen, André Junior (7) en Fender (5), elkaar hadden ontmoet tijdens de Holland Zingt Hazes concerten. Echter, er ontstond opnieuw wrijving toen Roxane in 2022 in het muziekprogramma Beste Zangers openhartig sprak over de trauma's uit haar jeugd, die zij toeschreef aan haar moeder. André, die nog bij Rachel woonde, zij was de enige die hem had opgevangen tijdens en na zijn worsteling met verslavingen, terwijl Monique naar verluid niet veel moeite deed om te helpen, vond dat zijn zus te ver ging met haar uitspraken. Opnieuw werd het contact verbroken. Maar gelukkig hebben ze elkaar opnieuw gevonden. Rachel is verheugd dat haar kinderen en uiteindelijk haar kleinkinderen na André Senior weer in elkaars leven zijn. Als moeder van Roxane en André is ze blij dat ze een goede band met elkaar hebben. Dat is uiteindelijk hetgeen wat elke moeder wil.